studio. De studio. Ik ben Fluïtjes en dit is... Marije Hagerau. En wij zijn... De Prikkeltjelenters. En ik heb hier een kikker gevonden. Fleur heeft een kikker gevonden. En die is ook de Prikkeltjelenters. En wat gaan wij even doen? Nou, kijk, als we dan dit ook een spookspie laat, dus vast ik wou dat hij een prins was. Oeh. Hij is heel vies en glibberig. Nee hoor. Als je het wil voelen, voel me even aan de camera. Zo. En wat gaan we doen? Sophie heeft honger. Sophie is 8,5 maand. En dan gaan we een fruitappie voor maken. Ja. En ik dacht, kijk gezellig met ons mee. Wat hebben we? We gaan met de Turbo Chef aan de gang. Ja, een kommetje. Een de drie mesjes. Het is een heel gevaarlijk. Dus we halen het beschermingsje erop. We doen een kommetje. We klikken het dekseltje. Ik mag hem even erop drukken. Jij drukt hem er even op. We klikken het dekseltje in elkaar. Kijk, daar hoor je Sophie die honger heeft. Dus we moeten even doorgaan. En dit zijn appeltjes. Kijk, laat jij de appel even zien. Een appel. En mag die mes ook laten zien? Het mes met het beschermingsje. Laat jij het beschermingsje even zien. Dit is een beschermingsje. Schermesje. De appel. Kijk, dit is een schiller. De multidier. Maar de kikker kan je ook schillen. Moet de kikker even schillen? En ik dacht dat jij de appel nou even schilt. Nee, ik kan de kikker wel even schillen. Schil je de kikker? Kijk, de kikker kan niet zo goed. Kijk maar. Dan schil ik wel even de appel. Kijk. En wat hebben we daar nog meer staan? Wat staat er nog meer in het bakje? Nee, ik ga gewoon zo doen. Een stukje appels erin. Dit is aardbei. Dit is aardbei, is een dikke. Wat is deze kool? Aardbei. Ik had het over in zo'n kluisje gedaan. Nou. Blauwe bessen. Blauwe bessen kunnen ook goed zijn, dat blijft veel langer. Maar dat mag niet. Maar mag dat niet? Staat die er niet op? Nee. Oké. Dat mag het ook niet. Hey. Ik heb al even een... Mag ik ook even die bak? Ja, toch de... een paar aardbeien gooi ik er even bij. Nee, ik wil trek ook. Eerst even de appel een beetje klein. Ik wil ook. Ik dat kan er niet bij. Ik kan niet erbij. Ook hierbij. Aardbei. Waarin je goed en fruit veel verder vers blijft. Heel langer vers blijft. Wow. Turbo Chef. Ik laat het gewoon zien door uitleggen. We staan in andere filmpjes. Ik laat even zien hoe wij met deze producten dagelijks werken. De fruithap dus, dat komt elke dag weer voorbij. Ik trek 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 hier aan het touwtje. Dan heb ik al zulke fijne... Heb je in je vinger gesneden? Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Ga maar een pleister. Niet zo makkelijk. Maak jij een pleister? Oké, tot zo. Tot zo weer. Tot zo. 8 trekjes met Turbo Max. Ik doe er nog een paar aardbeien bij. Het is handig om eerst de harde spul te doen en daarna het zachte. Ik gooi er nog een paar aardbeien bij. Sophie wordt inmiddels ongeduldig. Ja, want jij gaat al bijna, je bent net zo'n paplampontje. Als ik dit geluidje van de trekje hoor, begint die al te kwijnen. Ik trek hem even schuin, zodat alles door elkaar zit. Ik voel geen weerstand meer. Nou, het mesje eruit, die kan je mooi op de deksel zetten. En goed afgesneden. Voilà! Een fruithapje voor Sophie van 8,5 maanden. En klaar zijn we. Vond je het een leuke video? Volg me op Facebook, zeg ik in ieder geval vast. Marije Hagenau, Tupperware. Heb je vragen? Ben je geïnteresseerd? Wil je wat bestellen? Wil je gewoon wat aan me vragen? Wil je zeggen dat je het een leuke video vond? Neem dan contact met me op met een bericht. Catalogus, folders kan ik allemaal naar je toe sturen. Ons huis ademt Tupperware. Dus ik laat je graag zien hoe wij het gebruiken. Ja, Sophie is er ook mee. Ik had er mijn vingers in gedaan. Sophie wordt inmiddels. Ik heb mijn vingers in gedaan, mijn duim. Dit is het resultaat. Sophie wordt.
wordt een beetje ongeduldig, dus we gaan snel haar een hapje geven. Voor je leuk.